In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal. Vandaag ga ik jullie het verhaal vertellen van Sint Maurice. Sint Maurice is in het jaar 250 geboren in Tabor, wat destijds Luxor is in Egypte. Sint Maurice was een soldaat in het Romeinse leger onder het bewind van keizer Diocletianus en keizer Maximianus en werd al snel gepromoveerd tot leider van het leger. Samen met zijn leger, dat volledig bestond uit christenen, werd hij vanuit Egypte naar Noord-Galilea gestuurd om daar een opstand neer te slaan. Toen zij daar aankwamen, kregen ze ook de opdracht om Romeinse goden offers te brengen en deze te aanbidden. Daarnaast moesten ze ook lokale christenen vervolgen. Sint Maurice en zijn mannen weigerden het verzoek van de keizer. Nadat de keizer herhaaldelijk het bevel gaf om hem te gehoorzamen en Sint Maurice en zijn mannen dit steeds weigerden, gaf hij de opdracht om elke tiende soldaat in het leger te vermoorden. Ondanks deze executies bleef Sint Maurice trouw aan zijn geloof. En Sint Verena, die destijds meetrok als zuster, stak de soldaten een hart onder de riem, zodat zij hun geloof in de Heer Jezus ook niet zouden opgeven. Keizer Maximianus was boos door de houding van Sint Maurice en de mannen van het leger en gaf nogmaals de opdracht om elke tiende soldaat in het leger te vermoorden, denkend dat het de rest bang zou maken. Na aanleiding hiervan stuurde Sint Maurice de keizer een brief waarin hij uitlegde dat ze de keizer trouw waren, maar tegelijkertijd ook hun christelijke geloof. Ze kwamen niet in opstand tegen de keizer en als bewijs hiervan gaven ze hun wapens op. De keizer was boos over het doorzettingsvermogen van het leger en gaf nu als laatste opdracht Sint Maurice en de overige leden van het leger te martelen en te vermoorden. Zo stierven Sint Maurice en de overige leden van het leger in Lausanne, Zwitserland. Sint Maurice wordt vaak afgebeeld als ridder volledig harnas met een rood kruis als wapenschild op zijn borst. De kerk viert zijn martelaarschap op 25 toet. Op 14 september 2022... op het feest van Sint Verena's hebben wij de relikwieën van Sint Maurice en het Tebaanse legioen in ontvangst mogen nemen. Deze heeft Ambar Senni uit Zwitserland meegenomen. Mogen hun gebeden met ons zijn. Amen. In naam van de Vader, de Zoon, Heilige Geest en God. Amen. Tot de volgende keer.